Maar ik begrijp nogmaals de frustratie van de boeren supergoed. Want het is, het is niet niks wat we vragen van de sector. Mevrouw van der Wal, zou u zeggen dat u de moeilijkste portefeuille hebt van dit kabinet? Nee. Wel één van de moeilijkste. De meest uitdagende, denk ik. Maar ik denk dat er collega's zijn die ook hele uitdagende portefeuilles hebben. Erik van der Burg. Uh, Aukie de Vries. Ja, toeslagen. Toeslagen. Azeel. Hans Veilbrief. Dus, Met de gaswinning nee, in Groningen. Ja. Maar dan staat u wel in de top 5 in ieder geval. Jawel, ja, ja, ja. Maar het is ook wel moeilijk te vergelijken. Dus ik vind het, om nou te zeggen, ik heb de zwaarste klus, nee. Maar het is, het is gewoon een heel technische en ingewikkelde portefeuille. En maar dat ook is heel het. politiek. En extreem politiek. Dus het is een gepolariseerde portefeuille. Ehm... Um... En dat, dat maakt het natuurlijk ook, dus het is inhoudelijk heel technisch en ingewikkeld. Je hebt heel weinig ruimte om te bewegen, want er liggen gewoon juridische uitspraken. Het zijn gewoon internationale verplichtingen waar je aan moet voldoen. Dus je kunt weinig bewegen. En, uh, en het is inderdaad echt wel gepolariseerd. Is dat wat we gisteren zagen in de Tweede Kamer, want u werd frontaal aangevallen door uh, BBB en uh, NSC met name. Is dat wat, stond dat ergens voor, die aanval op u van gisteren? Nou, ik denk dat heel veel mensen uh, in de politiek en daarbuiten enige mate van frustratie hebben over dat stikstofdossier. En dat heb ik zelf ook. En dat heeft precies, denk ik, hiermee te maken: dat er... je moet zoveel pijnlijke maatregelen moet nemen. We weten dat het nog bij lange na niet genoeg is wat we tot nu toe al hebben gedaan, nog veel meer. En je hebt daarbij gewoon heel weinig mogelijkheden en ruimte gezien al die juridische uitspraken en die internationale verplichtingen. Dus dat werkt natuurlijk super frustrerend. En ook politici, ook juist in de Kamer, worden natuurlijk heel veel aangesproken door boeren, door partijen, ook niet altijd op een hele aangename manier. Dus dat dat ingewikkeld is en dat nou ja, daar ook een gevoel van frustratie bij zit, dat herken ik zelfs. Maar we zagen we gisteren dan die polarisatie ook in de politiek? Toen die Kamerleden echt tegenover u stonden? Ja, de, wat je daar zag is, dit ging echt over informatieverstrekking. En um, die, uh, waarbij ik enorm, ik, ik probeer in ieder geval echt een hele open, transparante minister te zijn. Die met een positieve grondhouding altijd kijkt, ook naar de Kamer. Wat kan wel... Uh, welke, bij, bijvoorbeeld bij moties. Kijk, oh, nou, wat kan wel? Kunnen we het nou zo aanpassen dat we het wel kunnen uitvoeren? Maar um, dat geldt ook voor de informatie. -festeer. Het is altijd mijn intentie om informatie te delen. En um, ik heb dat gisteren zo zorgvuldig en rustig mogelijk geprobeerd uit te leggen. waarom ik dat proces zo had ingericht. En um, ja, ja, dat is dan mijn taak: om maar toch boven te staan. En het gewoon heel rustig, uh, rustig te blijven en het rustig uit te leggen. U zegt nu rustig blijven. In het debat gisteren, in het debat toen u tegenover de Kamerleden van NSC en BBB stond, mevrouw, zei u dit raakt me, dit doet iets met me. Wat deed het met u? Nou, wat je ziet is het gaat, uh, ik, ben, ik ben een inhoudelijke minister. Het gaat om de inhoud. En uh, het gaat niet om de persoon. Het gaat om de functie minister die met een inhoudelijke klus bezig is. Wat je gisteren zag, niet over de inhoud, maar over hè, qua dossier, maar over informatieverstrekking. Uh, ik heb goed en rustig uitgelegd van nou, zo zit dat. En zo, daarom heb ik hiervoor gekozen om het op deze manier te doen. Um, alleen, uh, er wordt natuurlijk getwijfeld aan je intenties. Ja, en dat, dat doet iets met je. Dan maar wat wordt het dan? persoonlijk? Wat... Nou ja, goed, omdat mijn intentie is om gewoon informatie te delen. Het is nooit mijn intentie om dingen achter te houden. Maar wat want... deed dat dan? Werd u boos? Wat gebeurde er met nou, u? Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Het was meer dat ik dacht: ik vind het ook gewoon goed dat ik dat wel benoem. Um, ook misschien omdat ik dat niet oké okay vind. Dus dat is, uh, daarom zei ik dat. Maar veel meer dan dat is het ook niet. Um, maar goed, ik vind, het, het, het was inderdaad behoorlijk op de vrouw. Of de persoon. Ja, en ik sta daar als minister. Dus ik probeer dat ook altijd wel echt te scheiden. Van, ja, ik, ik sta daar als minister mijn werk te doen. Dus ik probeer er dan altijd wel heel erg boven te staan. En rust te bewaren. In plaats van meegaan in die energie. Want dat is natuurlijk de grote valkuil. Dat je erin meegaat. Um, en um, ja. Uh, terug gaat happen of zo. Ja, dat, moet je dus, dat, dat wil ik ook niet. En, nee. Ook omdat het niet mijn stijl is. Um, ja, wil ik dan ook bij mezelf blijven. En gewoon mijn eigen stijl daar vasthouden. U, u zegt... Dit beleid uh, bost aan alle kanten op frustratie. Hebt u dat zelf ook? Nou, soms wel. Absoluut. Ja, het is natuurlijk, soms word je er moedeloos van. Wanneer dan? Nou, uh, al die rapporten steeds. Dus we, hadden, we, we lagen op koers naar 2025. We hebben doelen in 2025, 2030, 2035. We lagen gewoon op koers richting 2025 met alles wat je doet. En, uh, en dan komt er over september, oktober, zo'n zo actualisatie, zo'n rapport. En dan blijkt die natuur nog veel gevoeliger voor stikstof dan we dachten. Dat is dan een nieuw inzicht. Ja, en dan zie je dus dat die doelen uit beeld raken en dat er dus nog meer moet gebeuren. En dat die opgave nog meer onder druk komt te staan. En je dus ook nog meer moet gaan vragen. En dat, nou, dat, dat op zo'n moment denk ik, als ik dat voor het eerst hoor, denk ik natuurlijk ook van: ah oh nee, kom op. Want je wil zo graag naar die positievere flow, omdat ik zoveel boeren spreek die ook zeggen, ja, we willen even we willen die stappen zetten, er gebeurt al zoveel. En die nu zeggen, wat moeten we in Vredesnaam nou nog meer doen exact. om dan wel die boeren dichterbij te halen? Precies, en steeds weer dat negatieve nieuws. Dus en dat, dat is... moedeloosheid, is dat ook, uh, hoe kom je daar dan weer doorheen? Nou, door ook maar meteen de knop om. Ja jongens, het is wat het is, het zijn nieuwe inzichten, die heb je mee te nemen... En, en dan kijken, ja, wat kan wel. En dan ben ik ook nog eens demissionair als minister. En uh, nou ben ik geen minister die op de winkel past. Ik ben wel echt nou ja, maximaal aan het, aan het doorgaan binnen de ruimte die ik ook krijg van de Kamer. Ook niet controversieel verklaard. Dus ik kan in die zin echt door. Maar het is natuurlijk wel, ja, het, 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 het motiveert dan ook wel weer van, nou, om maximaal door te gaan. Maar het ligt voor een volgend kabinet een, een behoorlijk vraagstuk. Ja. Ja. U zei net, uh, ik hoor misschien wel bij de top 5 van ingewikkelde portefeuilles in uh, dit kabinet. Uh, u werd natuurlijk in de tijd gebeld door Mark Rutte met de vraag, uh, wil je minister worden? Had u goed in de gaten waar u aan begon? Ja en nee. Ja, omdat ik was gedeputeerde in Gelderland, dus ik kende het dossier. Um, en juist in Gelderland is dit natuurlijk een van de grootste opgaven. Met het grootste natuurgebied, natuur- en het gebied op land. In ieder geval natuurlijk met de Veluwe. En uh, dus ja, ik wist wel, het is heel ingewikkeld. U zei ook nee. Omdat uh, het, je het uiteindelijk toch niet goed voor kunt stellen. Uh, ik had wel heel veel weerstand verwacht. Maar deze maten en ook uh, hoe moeilijk het is om door te pakken en door te gaan. En ja, dat, 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 dat heb ik, uh, nou ja, onderschat is een groot woord, maar dat, is, dat, dat kun je niet goed inschatten van tevoren. In hoeverre hebt u daar zelf een rol bij gespeeld? Er is, u publiceerde op een gegeven moment een kaartje van de gebieden waar, uh, uh, laat ik het in mijn eigen woorden zeggen, de grootste klappen zouden vallen als het over de beperking van de stikstofuitstoot gaat. Daar is ongelooflijk veel gedoe over geweest. Neemt u, zelf, u zichzelf daar iets in kwalijk, in hoe dat is gegaan met dat kaartje in de tijd? Nou ja, nog, dat heb ik ook vaker gezegd, nog beter uit had moeten leggen. Hoe, um, wat dat kaartje betekent. Dat het niet gaat over individuele boeren erven. Maar dat het gaat om gebieden. Um, dus achteraf had ik dat ook nog veel beter uit kunnen leggen. Ik denk dat het grootste probleem tot de dag van vandaag is. Dat we er als kabinet niet in zijn geslaagd om naast al dat zuur. Uh, wat uit mijn afdeling. Ik ben nou een keer de minister die nooit het goede nieuws gaat verkopen en dat ook niet kan. Um, maar naast het, het perspectief van ja, hoe verdien je nou je brood? Um, hoe ziet nou het perspectief van die agrarische sector eruit? Um, het was alleen maar ellende. Ja, en dat is, dat, dat is achteraf. En dat, toen hebben we dat geprobeerd via een landbouwakkoord. Nou, dat is natuurlijk helaas, ik vind dat echt nog steeds ontzettend jammer niet gelukt. En dit is wat ik ook terugkrijg. Op, op, nou ja, als ik, gewoon, ik ben heel veel op werkbezoeken, in gesprek met boeren. En wat ik ook teruggeef: ja, geef nou eens die duidelijkheid over. Hoe ziet dan het nieuwe verdienmodel eruit? Wat doe je dan als het gaat om um, een eerlijke remargeverdeling. Dus het, het is... En dat snap ik. Dus aan de ene kant heel veel doelen en internationale richtlijnen... en waterkwaliteit, de klimaatopgave, het natuurherstel... Het ene is nog ingewikkelder dan het andere. De doelen. Nou, en dan hebben we natuurlijk nog collega Adema met de, met de mest... en de derogatie en de dierenwelzijn. En de, dus het is heel veel... En precies dat. Want ik merk bij heel veel boeren dat ze echt willen verduurzamen. En dat heel veel boeren ook zeggen: het is ook nodig. Maar ja, help dan ook met de andere kant. Hoe en hoe gaan we dan ons inkomen verdienen? En dat. Ja, dat, 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 dat is echt een gemiste kans. Maar wie heeft die kans gemist dan? Wie heeft die kans dan laten lopen? Want is dit dan ook het kabinet te verwijten? Er is er een nieuwe minister van Landbouw aan te pas gekomen, omdat de vorige het niet aan konden, vond hij zelf. Heeft die minister van Landbouw het dan laten afweten? Nee, dat is echt aan het kabinet. En dus het uiteindelijk kabinet hebben we heeft geprobeerd. Ja, absoluut hoor. En, we, en, en ook dus, we hebben dat samen natuurlijk geprobeerd via een landbouwakkoord, en dat is niet gelukt. En daar moet je dan ook allemaal verantwoordelijkheid voor nemen dat het niet is gelukt. En dat, dat, ja, dat is, ik vind het nog steeds echt heel jammer dat dat niet is gelukt. Voor de boeren zelf. Ja. Uh, want uh, ik denk dat het dan het verhaal veel meer in balans was, uh, was uh, geweest. Had niet mijn opgave makkelijker gemaakt? Totaal niet. Maar het is wel. Uh, je hebt het volledige verhaal dan. Ik denk dat heel veel mensen uh, die naar dit gesprek zitten uh, te kijken of te luisteren weten, zich nog herinneren. hoe de boeren bij u op uh, de oprit stonden zo ongeveer. En hoe u op blote voeten tegenover ze stond. Wat heeft het u persoonlijk, <laughs> wat heeft het persoonlijk voor u betekend dat um, u ook persoonlijk die confrontatie aan moest gaan? Wat heeft dat u gekost? Nou, wat, wat moeilijk is, dat uh, altijd de motivatie uh, te blijven vinden um, uh, om uh, je taak te volbrengen voor een sector die je ook bedreigt. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld in je hoofd. Um, ja, ik doe dit ook voor een betere toekomst voor de boeren. En uh, ik geloof er ook in dat dit bijdraagt aan een betere toekomst voor de boeren, omdat simpelweg een vruchtbare bodem heb je nodig om ook je bedrijf weer door te kunnen geven aan de volgende generatie. Dus het is. Um, uh, van, en vanuit die overtuiging doe ik dat ook. Alleen, uh, ja, de, de, niet alle boeren zijn het daar nog mee eens. Nee. Maar hebt u wel eens gedacht, jongens, als het zo moet, dan hou ik er mee op? Nee. Nam het. u de zorgen mee naar huis? Lag u ervan wakker? Nee, gelukkig niet. Ik slaap oprecht altijd goed. Ik val meteen in, uh, in slaap. Uh, maar ja, het is natuurlijk niet zorgeloos. Tuurlijk. En uh, ik, iedere, ik ben ook een mens, dus iedere ieder mens heeft wel zijn momentje van balen. Of ik denk, potverdorie, kom op. Ja, maar ik begrijp. Nogmaals, de frustratie van de boeren supergoed. Want het is, het is niet niks wat we vragen van de sector. Het is echt heel veel. En het zijn ook waanzinnig impactvolle besluiten. En ook met al die regelingen. En bijvoorbeeld die beëindigingsregelingen. Maar dan spreek ik boeren die aan het nadenken zijn: ga ik wel of geen gebruik maken? Ja, maar dan stoppen is, of niet? Stoppen of niet. Nou, dan zie je dus wat dat doet in een heel gezin. Want uh, het is niet alleen stop ik met mijn bedrijf. Stop ik met mijn leven qua levensinvulling? Hè? Want het is gewoon echt een way of life ook. En wat ga ik dan doen? Dus het is, dat eigenlijk... is echt ingewikkeld. Dus het is ook een heel verantwoordelijke plek... waar je direct verantwoordelijk bent ja. voor wat er in gezinnen thuis gebeurt. Uh, u was daarmee begonnen met een, een wet ook te ontwerpen... waarin die stikstofdoelen voor 2030 stonden opgeschreven. Toen kwam CDA-leider Hoek, Hoekstra in de tijd met een interview... waarin hij zei, nou dat moesten we echt toch maar niet doen, die doelen. En wat gebeurde er toen? Nou, het, 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 het lijkt wel of je wendt aan weerstand. Want um, het, tweeënhalf het het, jaar lang is het eigenlijk ja, dit, dit, dit is bijna dagelijkse kost. Dat uh, iedereen rationeel weet, we hebben geen keuze, we moeten dit doen. Maar emotioneel denkt, ja potverdorie, het is echt heel fors. En dat botst natuurlijk. En uh, nou ja, nogmaals, dat voel ik zelf wel. Ik begrijp ook heel goed dat anderen dat, uh, dat voelen. En waar ik het wel met uh, het CDA mee eens uh, ben, was. Om op... ik, ik heb zelf nooit meegedaan aan die hele jaartal discussie. Um, 2030, 2035? Hou op, het, is, het gaat nergens over. Um, omdat, uh, sterker nog, um, heb ik altijd gezegd: het is niet zo dat we dan klaar zijn. Um, die internationale richtlijnen vragen: het is onderweg naar 2050. Ja. Wanneer we. Klimaatneutraal zijn, wanneer we, nou, ook als het gaat om de natuur. Nee, tuurlijk, maar, maar het CDA. Uh, 2030 was een soort van politieke totenpaal. En de CDA-leider hakte die hoogst hoogstpersoonlijk om. En sommigen zeiden. Dat is een mes in uw rug geweest. Ja, en dat soort kwalificaties worden dan snel gegeven. Natuurlijk is het niet leuk. Uh, nou, dat heb ik ook uitgesproken met, uh, met, uh, toen met, met Wopke. Uh, Want dat was wel nodig? Ja, ja, tuurlijk. Ja, maar dat is, dat is toch ook logisch. Je bent gewoon collega. Maar ik ben daar wel heel super praktisch in hoor. Ja, dat, dat soort dingen gebeuren, nou, dan praat je het uit en dan ga je ook door. Ik vind, daar moet je ook niet te lang in blijven hangen. En daar moet je ook professioneel in zijn. En, uh... en uiteindelijk is natuurlijk het kabinet gevallen voordat we die discussie hebben beslecht. Maar ik ben er zelf eigenlijk van overtuigd dat we daaruit waren gekomen. Ja, maar wat heeft dat interview gedaan met het vertrouwen dat u genoot in de, in de ministerraad? Had u er nog een beetje vertrouwen in dat, dat u allemaal op één lijn zat en dat u steun had van uw collega's? Jawel, omdat ik, op de, ja, omdat ik op, tot op de dag van vandaag uh, een ruime meerderheid in de Kamer heb. Nog steeds zijn er ongeveer 110 zetels die dat beleid steunen. Dus het, het, er is een ruime meerderheid. Dat heb ik, voel ik in, in, in de Kamer en dat voel ik ook in het kabinet. Uh, uh, gewoon echt steun, omdat het CDA nooit heeft gezegd. Uh, de opgave is onzin, of het moet een onsje minder, dat hebben ze nooit gezegd. Het ging over die 2030, ja. uh, en kun je dat op een andere manier temporiseren, zodat we het ook allemaal mee kunnen maken, uh, zonder eigenlijk die opgave te niet te doen. Dus ik nou ja goed, ik denk dat we daar echt wel waren uit nou, we wel uitgekomen. Als u zou moeten zeggen, uh, deze tweeënhalf jaar, dit kabinet, deze kabinetsperiode, die uh, uh, stond voor u. Kennelijk in het teken van heel veel weerstand. Wat, is er aan, wat staat er aan de andere kant op de balans? Wat is daarvoor aan de positieve kant op de rekening te schrijven? Nou, dat is wel uh, ook mijn hart voor natuur. En uh, heel vaak is gezegd, wat goed dat er een ruimtelijke ordening weer een eigen departement heeft. Ik vind dat dus een goed idee voor natuur. Uh, dat is voor het eerst dat natuur echt een, een eigen bewindspersoon heeft. En, en dat is superbelangrijk. En zoals je nu weet, je, de lente begint hopelijk, hopelijk heel snel. Maar als die lente er is, iedereen trekt zo graag de natuur in. Geniet ervan. Geniet van een groene omgeving. Geniet van. Uh, het is goed voor je welzijn. Het is schone lucht, schoon drinkwater. Het is allemaal dingen waar mensen blij van worden. En, ja, dat, 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 en dat we dat moeten koesteren. En dat ik daar een bijdrage aan mag leveren, dat vind ik hartstikke mooi. Maar is de natuur opgeschoten met 2,5 jaar minister van de Wal op, op dat departement? Ja, zeker. Ik denk dat natuur een stem heeft gekregen. Dat het eerst echt een ondergeschoven kindje was. Als we kiezen tot, ja, toch, tot op heden, de afgelopen decennia, uh, als de keuze was landbouw of natuur, uh, delft de natuur het onderspit. Dat is wel het eerlijke verhaal. Nou, en dat was een beetje terugknokken, maar het gaat nu echt het gaat om een nieuwe balans. En, um, dus nee, dat, ik denk het wel. En ik ben ook heel erg aan het proberen om natuur op een positieve manier neer te zetten. Ook met. Nou ja, natuur inclusief is het dan, maar echt ook heel veel oog en aandacht. Ik besteed er ook veel tijd aan. Groen in de stad, groen in de woonwijken, het vergroenen van alle versteende gebieden die we hebben. Uh, natuurlijk ook het natuurherstel, het terugbrengen van landschapselementen. Ja, dat is ontzettend mooi. En zijn we wat dichter bij een oplossing van het stikstofprobleem gekomen, denkt u? Want er lag uh, uh, deze week een rapport van onder andere het Planbureau voor de Leefomgeving waar. Nou, euh, zacht gezegd, de vloer wordt aangeveegd met uw beleid. Zijn we dichter bij een oplossing? Nou, de vloer wordt niet aangeveegd met mijn beleid. Het PBL, het Planbureau hebben het PSN euh, geëvalueerd. Dat is van het vorige kabinet. Het programma stikstofproductie natuurherstel. Er zijn maatregelen genomen, gekeken naar die effectiviteit. Daarna is dit kabinet gekomen met aanvullende maatregelen, nationaal programma, landelijk gebied. En uh, die aanpak piekbelasting doet ook nog onvoldoende. Uh, en dus is nog meer nodig. Ja, en dat is, uh, daar ben ik het mee eens. En wat ik aan het doen ben, is dat allemaal voorbereiden. Uh, zodat een nieuw kabinet daar ook direct een besluit over kan nemen. Maar wat is dan het antwoord op de vraag? Is de oplossing van een stikstofprobleem de afgelopen 2,5 jaar dichterbij gekomen? Ja, dat denk ik wel. Uh, om een aantal redenen. Um... Het sta, hoe zeg ik dat nou? We hebben, we hebben het probleem steeds scherper in de analyse. En ik denk dat er steeds toch meer draagvlak is van... ja, we, we moeten het wel gaan doen. Um, en ook het besef, misschien is dat toch wel het belangrijkste... hoe groot dit probleem is. Uh, en zo groot is die opgave... Dat het, dat het ook een immense inzet vraagt om het op te kunnen lossen. Maar wisten we dat 2,5 jaar geleden niet? Ik denk in mindere mate. Sterker nog, toen ik begon als minister, was ik echt. Uh, het eerste half jaar tot jaar was ik alleen maar aan het uitleggen waarom een stikstof een probleem is. En uh, eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar hoef ik dat nooit meer uit te leggen waarom stikstof een probleem is. Dus dat het, de erkenning dat het een probleem is, dat is echt uh, nou, dat, dat vind ik echt winst van dat, dat eerste jaar. Want daarmee begint het wel. Want als je geen erkenning hebt voor het probleem, heb je ook nooit draagvlak voor je oplossing. U hield net een warm pleidooi voor het um, um, onderwerp Natuur als uh, titel voor een minister, als, als, als portefeuille voor een minister. Ik kan me voorstellen dat u aan het hart zou gaan als een volgend kabinet dat zou schapen. Ja. ja. Zou u vinden, zou u de formerende partijen waaronder uw eigen willen oproepen om dat toch vooral overeind te houden? Ja, dus de, die titel vind ik een ramp. Het <laughs> is echt dat vind ik verschrikkelijk. Welke titel? Natuur en stikstof. Waarom is dat een ramp? Waar? Why? <laughs> nou, het is één. Het is niet leuk om uh, Miss stikstof uh, uh, te heten. Het is echt verschrikkelijk. Dat um, is één en twee, maar vooral het uh, dekt de lading helemaal niet. Kijk, mijn opgave is om de natuur te herstellen. Uh, en daarvoor hebben we een aantal dingen te doen. Dat is stikstofreductie, maar dat is ook het verbeteren van de waterkwaliteit. Dat is ook de aanpak van de droogte, et cetera. Nou, um, en wat hebben we gedaan? We hebben een minister voor natuur en dan noemen we één van die onderdelen en dat is stikstof. Dus we hadden of volledig moeten zijn met minister voor natuur, stikstof, water, droogte en maar op. Uh, of we hadden gewoon moeten zeggen minister voor natuur. Nou, en dat laatste lijkt me eigenlijk een beter idee. Nou, we gaan zien uh, uh, wat de formerende partijen daarvan maken. Als er ooit een uh, nieuw kabinet komt, u bent waarschijnlijk wel een tijdje demissionair. Maar u staat natuurlijk, u bent ook Kamerlid. Ja. U hebt eigenlijk twee banen. U bent niet alleen minister, maar ook nog uh, 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 Kamerlid. Um, wat past er eigenlijk beter bij u? Het ministerschap of het Kamerlidmaatschap? Oh, wat een moeilijke vraag. Nou, ik ben, ik ben wel een bestuurder. Maar ik ben wel een politiek bestuurder. Dus... Um... Het klinkt, maar dat is wel zo. Je hebt, je hebt echt bestuurders, bestuurders. En je hebt bestuurders die ook nog heel, heel veel vinden en wat politieker zijn. Ik zit, denk ik, wel meer in die categorie. Uh, ik mag nu een tijdje ruiken aan het, uh, aan het Kamerlidmaatschap. Ik heb natuurlijk helemaal geen portefeuille. Dus de, nou ja, of je het echt goed kunt inschatten, is ook nog maar de vraag. Maar dat ik ben natuurlijk veel vaker aanwezig bij de fractie. Ik vind het wel heel leuk. Ja. En kunt u zich voorstellen dat u dat ministerschap voor vaarwel zegt en fulltime echt uh, Kamerlid bent? Anders was ik niet op de lijst gestaan. Ja. En dat lijkt u ook leuk? Ja, zeker. Anders was ik niet op de lijst gaan staan. Oké, okay. we gaan het zien. Hartelijk ja. dank, mevrouw Van der Wal. Ja. Leuk. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.